Rotterdam krijgt groen-blauwe schoolpleinen. Dat zullen wel schoolpleinen zijn waar niet meer die saaie tegels liggen. Maar Marijke Lammers in de studio, welkom, Marijke. Dankjewel. Um, dat klopt, inderdaad, hè. Ja. Uh, geen uh, grijze tegels meer, maar echt. Nee, uh, helaas avonturen. zien we dat nog steeds heel veel. Ja. Of er ligt één uh, heuveltje gras en uh, met een glijbaan en that's it. Ja, en dat vind je plei. toch te weinig? Eigenlijk vind ik dat te weinig, te ja. weinig uitdagend. Ja. Nou heb je in Rotterdam, heb je daar uh, de gemeente meegekregen, ja. kan je wel zeggen? Ja. Om uh, die aan te leggen, die scholen. Kan die school dat zelf niet bekostigen. Nou, een school heeft het vaak heel erg druk. Mm -hmm. En uh, die zijn met, met heel veel andere programma's bezig. En die willen graag. Uh, wel zo'n plein, maar de weg ernaartoe is gewoon nogal ingewikkeld ja. en is langdurig. En hebben jullie daar een stichting voor om dat uh, te organiseren en te realiseren dan? Nou, Stichting Lekker Groen, ja. uh, waar ik onder val, die, uh, die willen gewoon heel graag wat meer groen-blauwe schoolpleinen. En wij willen eigenlijk dat zowel kinderen als de leerkrachten, als de ouders, als wijkpartners, allemaal daarbij betrokken zijn. Mm -hmm. Om dus een, een schoolplein van ons allemaal te maken. Ja, en dan ook nog voor de hele buurt. Want ik denk dat na de school dat het nog open kan zijn. Ja. Dat uh, niet alleen de schoolkinderen daar kunnen zitten, maar ook. Nee, maar juist dat, dat meerdere mensen daar ja. gebruik van kunnen maken. En dat kan, mijns inziens, alleen als we dat met z'n allen doen. Van onderop zijn je al, dat van is belangrijk op, natuurlijk. Al, dat iedereen zijn aandeel daarin heeft. Want en, ik, ik, dan wordt het ook van hun. Ja, nou, ik denk als je meehelpt als kind, of als leerkracht, of als, als ouder. En je ziet uh, je idee gerealiseerd op het schoolplein ben ik ervan overtuigd dat je er voorzichtiger mee omgaat. Dat is ook nog weer zo. Je bent verantwoordelijker voor wat ja. je zelf gemaakt hebt. Ja, ja. 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 Dus niet een aannemer zeggen, doe maar wat. Maar gewoon eerst nee. een maquette bouwen met kinderen. Dat is ook nog wel leuk, denk Om bijvoorbeeld wat te doen. Ja. ja. En, maar goed, dat vraagt wel wat meer tijd. En dat is wat meer organiseren. Omdat ja. je met alle partijen te maken hebt. Tuurlijk, maar dan is het ook wel van hun. Absoluut. Ja, ja. Uh, maakt het nog uit hoe die schoolpleinen eruit zien? Je zei net van ja, je hebt van die uh, schoolpleinen, daar zit één heuveltje en een halve boom en dan heb je het wel gehad. Dat is niet wat je wilde. Nee, wat dat betreft is het echt een, een uitdagender groen-blauw, de naam zegt het al, iets met water en iets ja. met groen. En dan zie je en die onderwijzer zal kijken en de, de schoonmakers: van, oh jee, er komt al die troep naar binnen. Ja, nou ja, dat, dat is afstemmen zo van wat, wat, wat zijn de, de risico's van wat ja. voor oplossing er ook komt. En hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja, ja. In plaats van zeggen van jongens, dat gaan we niet doen, want nee, geen, het wordt uh, allemaal zo vies. Of, geen belemmeringen opwerpen uh, op voorhand. Nee. nee en nee. ik denk van tevoren, als je, hoe meer ideeën er zijn en hoe gek het ook kan zijn, ja, laten we het maar onderzoeken. ja. Ja, dat is altijd het beste. En dan kom je al tot een. Een voorbeeld een goed... is bijvoorbeeld al dat we, ja, als we moestuinen neer willen gaan zetten, dan is het ook leuk als dat op bakken bijvoorbeeld komt, of ja. dat je in ieder geval iets hebt dat je er een deksel op kan doen. Ja, ja. Vanwege de katten en zo. Bijvoorbeeld, maar, op, maar goed, ook straks in de winter, want dan ja. zijn er niet zoveel uh, groenten om dan te oogsten, maar ja. dat je er wel wat anders mee kan doen. Dan komen er wel veel meer groene plekken in die stenige wijken, Ik zoals kan... je ze noemt. Een ja. stenige wijk in Rotterdam. Hè? Ja. Ik ja, kan me er heel iets bij voorstellen. En de bedoeling is dat elke school dat gaat doen, op den duur? Het liefste wel natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar goed, zover zijn we nu nog niet. Nou, we gaan in IJsselmonden met een pilot beginnen. Mm -hmm. En dan het idee, als dat goed gaat, dan zouden we dat over, uit kunnen rollen over meerdere plekken. Ja, want er is ook subsidie van de gemeente voor beschikbaar. Ja, hoe het precies met die subsidies allemaal zit, dat nee, weet ik nee, niet ik concreet. Je, maar ik er zijn subsidies dat, uh, bedragen mogelijk. Zijn, dat mogelijk er zijn bedragen en die maar, moeten scholen zelf aanvragen. Ja, en, en dan moet je met een goed plan komen. En, en een dit. goed plan. Dus dat, dat vraagt ja. de nodige voorbereiding. Ja. En de... Het ligt er niet in een half jaar. Nee, maar we hopen wel door middel van gewoon met elkaar de, de, alles in kleine stapjes te haken. Zodat je gewoon kleine vooruitgangen. Ja. Ziet. En zijn er al scholen die zeggen: Nou, wij willen wel? Nou, we hebben nu één school. In Eén ieder school, geval. Ja, ja, ja. ja. Maar daar ga je eerst je helemaal op richten om te kijken hoe dat dan werkt. Zodat je daar ook weer ervaring mee hebt. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Dus van, je hoeft niet iedere keer het wiel uit te vinden. Nee, als je eenmaal één voorbeeld hebt van hoe het gegaan is. En dan, en dan, kan, dan kan die je andere school weer... ook weer vertellen: van joh, we hebben het zo en zo aangepakt. Want die, komen, die onderwijzers en die besturen komen elkaar ook tegen waarschijnlijk. Ja. Die kunnen er ja. ook weer over ja, praten. Ja, absoluut. Absoluut. Alle scholen, alle pleinen weg en allemaal uh, Nou, het liefst, het liefst zou het ja, zijn dat, en een uitdagende, avontuurlijke ja, speelplank. Ja, avontuurlijk. Piet. Dat moet het in ieder geval worden. Nou ja, weet je, het is wel leuk als je een groen grasveldje met één wipkip neerzet. Ja, maar dat is nee, maar nou dat niet is, de bedoeling nee, wat ik in mijn hoofd heb. Het moet avontuurlijker zijn. Het moet ja, wat avontuur. Er zijn voorbeelden, buiten Rotterdam denk ik, die al zover zijn. Dus er zijn voorbeelden en ik ja. weet in andere landen zijn er ook meer voorbeelden. Ja. 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 Dus Rotterdam wordt groener en klimaatbestendiger, want het is ook nog goed voor het klimaat om ja, maar absoluut, even bij de actualiteit. Daar. Ja. Hoe kunnen mensen daar iets meer over te weten komen? Is er een website? Is er een Facebookpagina of zijn jullie er niet zover? Nee, zover zijn we nog helemaal niet. Okay. Van, uh, als scholen interesse hebben, ja. dan raad ik aan om even naar info.staduit.nl. Kijk. Een mailtje te sturen. Ja, en dan uh, is het wel fijn om te weten. En dan kunnen we kort sluiten en dan kunnen we met elkaar in gesprek. Ja, maar veel scholen tegelijk kan ook niet, natuurlijk. Stap voor stap zei je net. Dus, stap uh, voor stap gaan we aan. net doen. Het eerste pilotproject komt eraan. Ja. Als dat klaar is, horen we het graag weer van je. Nou, graag. Ja. Ik word graag uitgenodigd om de voortgang. Dan gaan we te kijken tellen. hoe het gaat met Rotterdam, die groen-blauwe school pleinen krijgt. Niet moeilijk doen over het zand en de modder die naar binnen gaat. Dat valt allemaal best mee. En kinderen leren voeten vegen is ook iets, hè? Absoluut. Oké. Okay. Marijke Lamers, dank je wel voor deze informatie over de groenblauwe schoolpleinen. Graag en veel succes gedaan. met het vervolg. Graag gedaan.